40ste nieuwjaarsconcert van Sprangkapelle Musica. Een speciaal jubileumsconcert met een speciale gast. We gaan zo dadelijk beginnen, maar ik heb net nog even een belangrijke mededeling van de organisatie gekregen die ik even met u wil delen. Een vriendelijk verzoek geen glazen mee de zaal in te nemen. Zeg maar praktisch als u er al zit, dat u dat nu te horen krijgt. Maar mocht u straks even weggaan, denkt u er eventjes mee. Ze willen de parketvloer graag in een goede staat houden. Goed, het belooft vanavond een bijzondere avond te worden. Want als je al 40 jaar lang dit soort concerten geeft, dan kan je terugkijken op een lange periode. En vanavond zal de muziek ook van vroeger zijn. Bekende nummers, nieuwe nummers. En het wordt allemaal uitgevoerd door wat u hierachter zit. Ik stel het eventjes aan u voor zover u ze niet kent. Allereerst hier MSC Marijke onder leiding van Leon Wijkmans. Helemaal achterin, maar straks zult u ze ook zien. Het koor dat ooit begon als Loof den Heer, maar dat mag ik niet zeggen. Inmiddels zijn ze bekend als Koor en Combo Laudate Dominum onder leiding van Otto Grevink. Het andere koor wat niet mag ontbreken is Theaterkoor Fornet vanavond onder leiding van Maarten van de Hoven. En dan completeren we het hier ter mijn linkerzijde voor de kijkers. Rechts, daar vindt u het ensemble en de slagwerkgroep van Sirena onder leiding van Steven Leander. Een slagwerkgroep, die had u al gehoord. En dan is er vanavond ook een hele bijzondere gast. Het zal geen mystery guest zijn, want u heeft het vast al wel gehoord. Maar het is geweldig dat ze vanavond aan deze avond haar bijdrage wilde leveren. Het is een van de bekendste sopranen van Nederland, studeerde cum laude af, is bekend van onder andere Maestro en andere programma's en trekt met haar show Bij Twijfel Hard Zingen het land door. En vanavond is ze hier. Ze is een dramatisch sopraan, nooit geweten wat het was tot ik haar ontmoette. Dames en heren, uw applaus voor Francis van Broekhuizen. Oh, en dat zie je er keurig uit. Ja, ja, wat leuk dat ik hier mag zijn. Moet ik even zeggen wat ik ga zingen dan? Dat mag je zo. Want ik heb, vind ook, eerst vond ik eigenlijk heel leuk dat je hier gewoon bent. Dat je zegt, over 40 jaar Sprangkapelle Musica, daar kom ik gewoon voor naar het zuiden. Ik ben al een jaar geleden gebeld en ik zei meteen ja. Ja. En ik vond het heel leuk en ik heb van de week lekker kunnen repeteren met ze allemaal. En ze zijn allemaal schattig hier in Sprangkapelle. En dan zou je zeggen, wat moet zo'n vrouw nou uit Den Haag hier? Maar ik ben kwart Brabants hoor. Ja, want mijn oma komt van Berg op Zoom. Ja, dus daarom mocht ik ook komen. Ja, leuk hè? Ja, ik vind het hartstikke leuk. En je gaat ook een aantal nummers. Ik ga een paar nummers zingen met een stel hierachter. Maar ik heb ook nog 3 bandjes meegenomen. Want ik wil even eerst laten horen dat ik het echt kan. Oh, dat is geen plekwerk. Nee, dat is geen plekwerk. Vind je het goed als ik het eerste nummer erin gooi? Het is van Paolo Tosti. Jij hebt er ook al een paar gegeten. En ik ook trouwens hoor. Wij houden ervan. Ik ga dus een lied zingen voor u van Paolo Tosti. Dat is een oude componist uit de tijd van Puccini. En het is een liefdeslied en het gaat over iemand die op zoek is naar zijn ideaal. En zijn wij dat niet allen? En soms is het ver te zoeken in deze wereld. Maar als we met elkaar muziek blijven maken, dan komt het wel goed. Zeker in Sprangkapelle, zou ik zeggen. Zou ik het doen? Justin, gooi jij idealen er dan even tegenaan? Dat is de heer Francis van Broekhuizen. Dank u. Thank you.
Thank you.
Ja, beste mensen, bestief stationeren zou jij moeten komen. Ik dacht alcohol dat het de oorzaak was, heel lang geleden. Er is mij gevraagd heel kort houden. En degenen die me kennen, die weten hoe moeilijk ik dat vind. Joop, kom eens naar voren. Ja, Joop komt dan. Hij komt dan. Diegene die naar voren komt lopen, dames en heren, die heeft alle 40 concerten meegemaakt. Als muzikant, bestuurslid, secretaris penningmeester, clandestien secretaris penningmeester en voorzitter. Het kon volgens mij niet helemaal volgens reglementen, maar het is wel gebeurd. Sponsoren, alles organiseerde die beste man in de afgelopen jaren. Als bij Joop iets vroegen als bestuur, dan kon het gewoon vergeten, want het werd geregeld. Gewoon, werd gewoon altijd geregeld. Joop, ik wil een speciaal woord van dank geven namens het bestuur. Een kleine attentie voor jou. En er moeten ook blikken aan komen uit, ja, voor je vrouw. Ja. Voor alle avonden die ze jou moeten missen. Ja, dat is ook fijn. Dames en heren, maak een dik applaus voor Joop Goedra.
hou die sjaal even om, want het is een Brabants dorp waarover het gaat. Kijk, dit is echt geen gezicht hoor, jongens. Oh, kan het? Au, au. Ben je er klaar voor, Maarten? Yes. Thuis heb ik nog een aanzichtkaart waarop een kerk, een kar met paard, een slagerij van de Ven. Een kroeg, een juffrouw op de fiets. Het zegt u hoogstwaarschijnlijk niets, maar het is waar ik geboren ben. Het dorp, ik weet nog hoe het was. Ik hoor de kinderen in de klas. Het kar die ratelt op de keien. Het raadhuis met een pomp ervoor. Een zandweg tussen koren door. Het vee weer
wij hier opruimen en dan mogen jullie weer terug naar je plek. Nemen jullie ook mijn Brabantse sjaal mee? Dankjewel. Oh, en mijn plastic roos. Mijn plastic roos, dankjewel. Dankjewel, Maarten. Ja, het was leuk. Dankjewel. Ja, je moet er wat van maken als je valt, altijd wat van maken, zegt mijn vader altijd. Ik ga dus nu weer een aria voor u zingen. Omio Babino Caro, ik heb het al uitgelegd. Het gaat over een meisje die wil trouwen met Rinuccio. En Rinuccio komt uit een hele gekke familie, vervelende familie, die achter de erfenis aan zit van hun oom, die net gestorven is. Maar niemand weet dat die oom dood is en de erfenis gaat allemaal naar het naburige klooster. En omdat niemand weet dat die oom dood is, halen ze een notaris en leggen ze er een zogenaamde zieke man voor die dooie in de plaats. Die dooie doen ze in een kast verstoppen en dan gaan ze een nieuwe testament opstellen, zodat alle bezittingen wel naar die familie komen. En die man die dat in dat bed gaat doen, dat is de vader van Lauretta. En die vermaakt uiteindelijk alles aan zichzelf en aan zijn dochter. Het is de enige grappige komedie van Puccini. En u kent het allemaal. Ik heb het ooit gezongen onder René Vroeger bij Maestro. Daarnet zong ik de aria Visidarte. Dat is toen verziekt door Stefano Keizers. Dus het gebeurt bij mij ook wel eens hoor. Dat mensen het heel anders maken. Maar als u het hoort, dan zeg je, oh ja, dat moppie. Want u kunt het ook kennen van de pizza reclame. Ja. Ik zou zeggen, doe hem er maar weer in. Alsjeblieft. Ja, daar is hij. Jaar de gevangenis zit omdat hij een brood heeft gestolen van de honger en dan daarna eruit komt en zich helemaal weet op te werken, maar Javert, de grote politieagent die al maar achter hem aan blijft zitten. En deze vrouw die zingt I Dream the Dream, want die had ooit een geliefde, maar ze is door die man helemaal in de goot terechtgekomen. En ze gaat dus ook dood en zij laat een dochter naar Cosette. En die voedt dan Jean Valjean weer op tot zijn eigen dochter. Prachtig nummer samen met MSC Marijke onder leiding van Leon. Mag ik het meezingen? Ja.
de KWC. En sprak Capella bedacht dat ik dan dit zo mocht doen. Dus ik was helemaal gelukkig. Want ik wilde altijd Maria zijn. En ik heb ook jarenlang het klooster in gewild. Door haar. Oh, dank u wel. En ik heb ook 9 jaar lang de mis gediend. 3 keer in de week bij de zusters penitente. De eenheid Franciscanesse. In Wassenaar. Was ik mis die nette. Zie je het voor je? Zag je het ineens voor je toen ik hier voorbij liep? Mooi hè? En daarom lijkt het me leuk om nu met jullie een soort medley te doen. De eerste 2 liedjes zing ik met koor en alleen. En daarna moeten jullie mee gaan doen, want je dacht toch niet dat je hier de hele avond gewoon rustig kon zitten. Maar had je misschien gedacht, nou als je helemaal geen kracht hebt, mag je blijven zitten. Maar het wordt een beetje joint venture, zoals dat heet. En we beginnen dan, Otto, met My Favorite Things. Want dan voel ik me nog steeds een beetje Maria. En jullie zijn dan allemaal die kinderen die bang zijn voor het onweer. Weet je nog wel in dat bed? Dat met het hele dikke deken voor dat ze lekker zacht eruit zien, die deken. Zullen we het eens doen? Gooi hem nog maar in, Otto. En Fonet en Laudato Domino zingen keihard mee. En ik ook. Dan, ja. Oké. Kom maar. Raindrops on roses and whiskers on kittens, bright covered kettles and warm woolen mittens, brown paper packages tied up with strings. These are a few of my favorite things. Big brown ponies and crisp apples and fools, doorbells and stables and schnitzel and noodles. Weet je wel, en dan gaat ze met die man trouwen. Dat heb ik net meegekregen. En dat, daar haakte ik een beetje af. Want ik wilde graag dat klooster in. En ik vond vooral moeder Overste zo mooi, want die zei van die wijze dingen. Als God ergens een deur dichtgooit, doet hij ergens anders een raampje open. Weet je het nog?
En ze zag er zo mooi uit, de overste, want ze had dat prachtige habit aan. Zij was maar een novice, dus een beetje een lullig kapje. Maar moeder overste had een prachtige habit die al die hondenkinderen wegwerkte. Met brokante handschoenen. Heel mooi. Dus op een gegeven moment, en ik ben erg dominant aangelegd, heb je het in de gaten. Dus ik wil eigenlijk wel dat moeder overste zijn. Ik ben wie is hier Rooms-Katholiek? Ik geloof weinig, hè, in Sprankapelle. Wie is hier protestant? Steek je hand zo. Oh, en kunnen jullie er wel tegen, die kloosterverhalen? Ik ben kwart Brabants, maar ik ben ook een half uur genoot. Hé, hey, hoe vind je die Rooms-Katholiek is geworden? Dus ik heb alles in mij. Dus iedereen die hoort erbij. Maar ik ga nu toch even klein met Vrimouten voor jullie zingen, omdat ik dus zo moeder-overste-achtig ben dan. Hè? Dus ik zou zeggen, gooi hem er maar in. Het is een hele mooie aria eigenlijk, over die regenboog en die berg. Weet je wel? Ja, wijze dingen, wijze dingen. Gooi hem maar in hoor, Leon.